Spannende tijden in Nederland, waar op 17 maart de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Deze verkiezingen worden ook in Suriname met spanning gevolgd. Volgens de peilingen wordt het een nek-aan-nek race tussen premier Mark Rutte en Sigrid Kaag, die de eerste vrouw in het torentje wil worden. Ze wil afrekenen met de managerspolitiek van Rutte. We spraken met Roy Ristie van D66, die zijn inzichten deelt over de Nederlandse politiek. De stembussen zijn vandaag opengegaan, een unicum voor de Nederlandse verkiezingen. Want 3 dagen kunnen mensen stemmen in verband met de coronapandemie. Vandaag, morgen en overmorgen. Een hele spannende strijd. Aan de ene kant er een premier is van de VVD, meneer Rutte, die al 3 termijnen de premier is van Nederland. En er is een grote roep van mensen die zoiets hebben van wij willen nieuw leiderschap. We willen fris leiderschap en mevrouw Sigrid Kaag van D66 heeft zich kandidaat gesteld voor het premierschap van Nederland. Het zou best wel zomaar een nek-aan-nek race kunnen zijn, want waar kies je voor? Kies je voor nog een keer Rutte of ga je nu voor nieuw leiderschap, voor fris leiderschap, voor vrouwelijk leiderschap? En dan kies je voor Kaag. En daarbij is het zo dat heel veel mensen ook meer kleur willen in de Kamer. Wat op dit moment aan de orde is van hoe kunnen met name Surinaamse kandidaten hoger op de lijst komen, althans met een voorkeurstem een plek verwerven in de Tweede Kamer. Nou, Joan Nunnally van D66 is daar een goed voorbeeld van. Zij staat op de 33e plaats op de lijst van Sigrid Kaag. Nou, op het moment dat jij wil dat jouw stem voor 2 geldt, dus 2 vliegen in 1 klap slaat, kun je jouw stem voor 2 laten gelden. Door een voorkeurstem uit te brengen aan Joan Nunnally, voldoe je aan die wens om de Kamer verder in te kleuren. En heb je gekozen voor een partij waar een vrouw aan het hoofd staat, mevrouw Sigrid Kaag, die nu eens een keertje het hoofd kan bieden als het gaat om het vrouwelijk leiderschap tegen een Rutte. Volgens de peilingen van Ristie snakt Nederland naar bevrijding en nieuw leiderschap. Hij verwacht ook dat deze keer er meer Surinaamse Nederlanders naar de stembus gaan dan tot nu toe het geval is geweest. De opkomst van mensen van Surinaamse komaf in Nederland, daarvan is bekend dat dat niet zo hoog is. Maar ik denk dat bij deze verkiezingen er een record zal worden bereikt. En dat heel veel mensen van Surinaamse komaf massaal naar de stembus zullen gaan. En die 30-40% waarop het veelal blijft hangen, eens een keer behoorlijk overschreden gaat worden. Want ook de Surinaamse kiezer in Nederland heeft zoiets van wij willen fris vrouwelijk leiderschap en we willen de Kamer inkleuren. Vandaar dat je ook merkt dat Joan Nunnally, die op de 33e plaats staat van D66, de voorkeur heeft van heel veel mensen. Want daarmee heb je 2 vliegen in 1 klap geslagen. Met de voorkeurstem op Joan Nunnally van D66... help je haar de Kamer in, de Kamer dus in te kleuren en stem je op een partij waardoor je een bijdrage levert om het vrouwelijk nieuw fris leiderschap in Nederland te bewerkstelligen. Het is een strijd die gaat tussen Rutte en Kaag. Tot zover Roy Ristie van D66 die zijn inzichten deelt over de verkiezingen in Nederland. Ook in Suriname worden de Tweede Kamerverkiezingen op de voet gevolgd.